kindje Durga, die is ernstig ziek en bij hem moet er een scan gemaakt worden. Omdat dat al eerder is geweest, is het namelijk nu zo dat de familie zelf het bedrag moet ophoesten. Dit legde de moeder voor aan de RR-leden van haar buurt en dat is dan Charlesburg en Münder. Zij hebben daarop ingespeeld en hebben vandaag wat enveloppes en andere geschenken gedoneerd. TBN Prime Alert was er ook aanwezig voor het volgende verslag. Raj Mahangu legde de volgende beelden vast. Het is namelijk zo dat we hadden een telefoontje gekregen van mevrouw Durga. En het is namelijk zo dat dat kind heeft een tumor. Ze heeft eerst een operatie gedaan. En nu moet de tweede operatie volgen. Maar het is namelijk zo dat de stem wordt gedekt bij de tweede operatie. En vandaar dat wij hebben initiatief genomen. Wij hebben initiatief genomen om geld te verzamelen en sponsors te zoeken. En zo hebben we een bedrag van 2000 kunnen verzamelen, die ze in feite nodig heeft voor de scan. En dat zou ik ook over aandacht namens de RR-leden van Münder. En tevens ook een DR-lid, die DR-leden van Münder, die hebben ook bijgedragen dat wij 2000 hebben kunnen ophalen en kunnen afgeven aan mevrouw. En we gaan vandaag afgeven, mevrouw. Heeft u afgelopen wel? Ja, mevrouw Durga? Ja, u bent mevrouw Durga. Oké, okay. Ik wil dit afgeven namens Münder. RR-leden van Münder. We hebben dit kunnen ophalen namens sponsoring. Mensen die bijgedragen hebben. Het is toch, dit zou heel goed zijn voor de genezing van je kind. Dankjewel. Ik ben echt u dankbaar dat u ons heeft geholpen met dit. Eigenlijk was het op 4 juni, maar omdat ik het geld niet in handen had, is het verschoven naar morgen. Morgen wordt het scan plaatsgevonden. Oké, dus gaan we met die statistiek. Dankjewel. Nou, we hebben ook een 200 van bijdrage hier. Dus namens onze RL-leden. Dit ook waardig. Is goed. En meneer Gris, ik wil even nog doorgeven. Die mevrouw moet een tweede operatie ondergaan voor dat kind. Die zou een boete willen doen op de samenleving. Om haar te ondersteunen. Dat ze de tweede operatie ook kan doen voor dat kind. En we gaan over genezen van dat kind, want die kind heeft een tumor. En de eerste operatie is al geweest. Maar we moeten nog een tweede volgen. Maar ik heb begrepen dat SZF en SOSAVO de tweede operatie niet. En vandaar dat we dan boete voor de samenleving willen doen. Bedrijven in Suriname. We gaan dan ook, als je de mevrouw kan helpen met de kosten van de tweede operatie. Namens de... Voorzitter van RR Münder. We praten zo meteen. De overige mensen kunnen dan... Ja, bij, Hier is er ook een pakket namens mevrouw Sabita Narsing voor uw zoontje. Alsjeblieft. En namens Sagar heeft hij ook wat voor uw zoontje gebracht. Alsjeblieft. Ja? Dus hij heeft vorig jaar een operatie plaatsgevonden. Omdat hij een hersentumor had, heeft hij een operatie gedaan. Daarna heeft hij een drain gekregen. En het is zo gebleken dat hij weer begint te stuimelen. En de dochter vindt, volgens mij is het tumor weer gaan verder vergroeien. Want in de eerste operatie hadden ze niet alle tumor kunnen weghalen. Een halve centimeter alleen. Dus de dochter vindt dat het verder is gaan vergroeien. En... Het kan zijn dat hij weer geopereerd moet worden. Dus ja. Alles hangt af van morgen wat de MRI zegt. Maar hoe zouden jullie de MRI doen zonder geld dan? Dus eigenlijk was ik bij sociale zaken gegaan, maar ik heb daar ook geen hulp gevonden. En als ik geen hulp zou krijgen, zou ik ergens geld lenen om het te doen. Want het is al een maand geleden dat ik niks kon doen daaraan. Het was op 4 juni eigenlijk. En hoe hebben jullie dan deze heren en deze mensen dan bereikt? Ik heb, zij was eigenlijk bij mij geweest om een pakket van sociale zaken. En toen ik haar hulp heb gevraagd, dan heeft zij me gezegd dat ze me kan helpen. En vandaar dat ze ons heeft geholpen met het geld verzamelen. Ja. Maar wat gaan jullie nu precies dan doen met het bedrag dat u vandaag heeft gehad? Ik ga morgen voor het Emory Centrum. Ik moet... Daar betalen morgen. Wat is het bedrag dat betaald moet worden? 2000 SRD. En dan ga ik daar betalen. En als pas maandag ga ik het resultaat kunnen horen. Want vrijdag is een vrije dag. Heb ik begrepen. Dus pas maandag kan ik bij de chirurg gaan om het resultaat te horen. En wanneer de dochter zegt dat het verder is gaan vergroeien, moet hij voor een OCA gaan.
Moet er ook daarvoor betaald worden, voor de operatie? Ja, maar de bedrag weten we nog niet precies, maar de dokter heeft gezegd is wel een groot bedrag. Jullie hebben geen dokterskaart van hem? Ja, hij heeft wel een STF-kaart, maar dekt het. Nee, het wordt niet gedekt. En dit is de vierde scan, dus daarom moeten we het compleet bedrag betalen, anders werd er de helft maar betaald. Dus hoeveel scans heeft hij intussen al gemaakt? Dit is de vierde scan. En hij heeft ook al 4 tot 5 CT-scans ook al gemaakt. En dat is meer voor het drain wat hij heeft. Als het verstopt raakt, moet hij dat ook opereren en doorspoelen en zo. Maar hoe is het zelf met zijn gezondheid nu? Hij kan helemaal niet lopen, hij staat ook niet goed. Hij stuimelt. De meeste tijden ligt hij alleen. Hoe oud is hij intussen geworden? Hij is al 4 jaar. Hij wordt in november 5 jaar. Dus zou hij naar school moeten gaan? Eigenlijk wel, maar we hebben hem niet gestuurd. Hij kan helemaal niet goed lopen, dus als hij valt en hij heeft een drain, het kan gaan schuiven als hij aan zijn hoofd slaat. Klaagt hij over pijnen of zo? Ja, hij heeft pijnen. Hij is geopereerd en hij klaagt de laatste tijden dat het daar van hem pijn doet. Zijn hoofd? Jawel, zijn hoofd doet pijn waar het operatie was gedaan, daar zo. En hij kijkt een beetje scheel ook nu. Maar ik ben, neem ik aan, deze mensen heel erg dankbaar. Ja, ik ben echt dankbaar. Ik ben echt dankbaar voor iedereen dat ze me geholpen hebben. En ik hoop dat u me verder ook kunt helpen met andere dingen als ik hulp heb nodig.